Welkom bij de Agodi Academie. Je volgt nu de opleiding inschrijven voor schooljaar 2024-2025 en volgende. Deze opleiding geldt voor het gewoon basis- en secundair onderwijs. In deze toelichting overloop ik samen met u de decretale bepalingen die van toepassing zijn voor de inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 en volgende voor het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs. Wat mag u tijdens deze presentatie verwachten? Ik overloop samen met u de doelstellingen van het decretale kader, het centrale uitgangsprincipe. Dan staan we stil bij de bepalingen die van toepassing zijn voor de scholen die alle leerlingen inschrijven. Vervolgens overlopen de bepalingen die van toepassing zijn voor de scholen die niet alle leerlingen inschrijven. Tot slot overlopen we ook nog even korte bepalingen met betrekking tot de dubbele inschrijving. En afsluitend geef ik u graag onze contactgegevens mee, zodanig dat u weet waar u terecht kan als u nog bijkomende vragen zou hebben. Een heleboel van de zaken die ik samen met u ga overlopen, waren ook van toepassing voor de inschrijvingen voor schooljaar 23-24. Wat er gewijzigd is, ten gevolge van onderwijsdecreet 33 of het leersteundecreet, staat telkens op de presentatie aangeduid met een oranje kader. Goed, laten we van start gaan met even te kijken naar de doelstellingen van een decretale kader voor het inschrijvingsrecht. Doelstellingen van een decretale kader inschrijvingsrecht kunnen we eigenlijk vier grote doelstellingen onderscheiden. We hebben eerst het waarborgen van de vrije schoolkeuze van alle ouders en leerlingen. Door het vermijden van kampeerrijen voor de schoolpoort, het objectiveren van het verloop van de inschrijvingen in scholen met capaciteitsdruk en het introduceren van een centrale tijdslijn en te zorgen voor meer uniformiteit. De tweede doelstelling is dan het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit voor het basisonderwijs voor zover mogelijk in een school in hun buurt. Vervolgens het bevorderen van de sociale cohesie en het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie. Het centrale uitgangsprincipe van het inschrijvingsrecht is de vraag: wil een school leerlingen kunnen weigeren op basis van capaciteit? Met andere woorden, kan ik als school alle leerlingen die zich aanbieden met een vraag tot inschrijving, inschrijven? En dan onderscheiden we twee groepen van scholen. We hebben enerzijds de scholen die alle leerlingen kunnen inschrijven en anderzijds de scholen die niet alle leerlingen zullen kunnen inschrijven op basis van capaciteit. En dit zijn de scholen die digitaal aanmelden. De vraag of je alle leerlingen gaat kunnen inschrijven, of je voldoende capaciteit hebt, die moet je stellen als school voor de school, vestigingsplaats, geboortejaar en leerjaar. Met andere woorden, het kan dat je zegt van ik ben enkel voor dat geboortejaar genoodzaakt om leerlingen te weigeren op basis van capaciteit. School, vestigingsplaats, geboortejaar, leerjaar voor het basisonderwijs, voor het secundair onderwijs, wordt de vraag gesteld voor 1a en of 1b. De vraag of je alle leerlingen hebt kunnen inschrijven, geldt uiteraard ook voor de voorrangsgroep, van enkel broers en zussen en kinderen van personeel. Kan je als school alle broers en zussen, alle kinderen van personeel die zich aanbieden met een vraag tot inschrijving, inschrijven? Is het antwoord op die vraag nee, dan betekent het dat je ook voor deze voorrangsgroepen een aanmeldingsprocedure zal moeten organiseren. Hoe je dat doet, daar vertellen we later meer over. Als je als school gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure, dan meld je dat uiterlijk op 15 november aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het decretale kader voor scholen die alle leerlingen inschrijven en dus niet aanmelden. Scholen die alle leerlingen inschrijven, scholen basisonderwijs, die kiezen zelf de startdatum van de inschrijvingen. De startdatum is ten vroegste de eerste schooldag van het voorafgaande schooljaar. Dat betekent dat voor de inschrijvingen
voor schooljaar 24-25, voor het basisonderwijs, deze ten vroegste kunnen starten op 1 september 2023. In het kader van de onduidelijke communicatie naar ouders kunnen scholen uiteraard onderling afspraken maken om op eenzelfde dag te starten met inschrijven in een welbepaalde regio. De scholen moeten ook de afspraken die daarover binnen LOP-gebied gemaakt zijn respecteren. Voor het secundair onderwijs is er 1 startdatum die geldt voor alle scholen secundair onderwijs voor de inschrijvingen voor 1A of 1B. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 is deze datum 14 mei 2024. En op de slide ziet u meteen ook al de datum voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2025-2026, dat is 20 mei 2025. Scholen die alle leerlingen inschrijven, stellen vast dat de regelgeving sinds vorig jaar vereenvoudigd is. Deze scholen moeten niet langer capaciteit of vrije plaatsen bepalen. Zij moeten ook niet langer voorrangsperiodes organiseren, net omdat ze alle leerlingen inschrijven. En voor basisonderwijs kunnen ze zelf de startdatum bepalen, zoals we daarnet gezegd hebben. Hoe schrijf je dan als school die alle leerlingen inschrijft een leerling in? Je schrijft de leerlingen in volgorde waarin zij zich aanbieden. Deze scholen kunnen dus niet weigeren op basis van capaciteit tot het einde van het schooljaar. Een leerling is ingeschreven na ondertekening voor akkoord door de ouders van het schoolreglement en het pedagogisch project. En de school zelf registreert de inschrijving van de leerling in Discumus binnen de 7 kalenderdagen volgend op de inschrijving. Scholen die alle leerlingen inschrijven, kunnen voor het basisonderwijs wel leerlingen weigeren als het gaat over anderstalige nieuwkomers, maar enkel en alleen als er 2 voorwaarden voldaan zijn. De eerste voorwaarde heeft te maken met het aantal reeds ingeschreven anderstalige nieuwkomers. Een vestiging met 100 leerlingen of minder moet minstens al 4 anderstalige nieuwkomers ingeschreven hebben. Een vestiging met meer dan 100 leerlingen moet minimaal 8 anderstalige nieuwkomers hebben ingeschreven. De tweede voorwaarde is dat op het moment dat een school een anderstalige nieuwkomer wil weigeren, zij de leerling een plaats moet kunnen garanderen in een andere school. En die andere school vindt hij op een redelijke afstand. En hierbij moet ook rekening gehouden worden met de vrije keuze van de ouders. Scholen die gelegen zijn binnen een LOP kunnen hierover afspraken maken binnen het LOP. Een andere weigeringsgrond die een school die alle leerlingen gaat inschrijven eventueel kan inroepen, gaat over het weigeren op basis van capaciteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden. Het gaat hier om uitzonderlijke omstandigheden waar de school zich mee geconfronteerd ziet, ook al ging de school ervan uit dat ze iedereen ging kunnen inschrijven. De school ziet zich geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden en wil alsnog kunnen weigeren op basis van capaciteit. De school dient dan een aanvraag in bij de commissie leerlingenrechten. De commissie leerlingenrechten neemt vervolgens binnen de 14 kalenderdagen een beslissing of de school effectief leerlingen mag weigeren en onder welke voorwaarden. Vervolgens beslist de commissie leerlingenrechten ook of de school de reeds geweigerde leerlingen alsnog moet inschrijven of niet. En na goedkeuring door de commissie leerlingenrechten dat de school alsnog omwille van uitzonderlijke omstandigheden mag weigeren op basis van capaciteit, dan kunnen die scholen ook gebruik maken van de mogelijkheid om een inschrijving in overcapaciteit te doen omwille van een uitzonderlijke situatie. We komen later hier nog even op terug. De andere weigeringsgronden die niet gerelateerd zijn aan capaciteit, zijn uiteraard ook van toepassing voor de scholen die alle leerlingen inschrijven. Je ziet de verschillende weigeringsgronden
opgesomd op de slide. Dat gaat dan over het niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden, het afwisselend naar verschillende scholen gaan, leerlingen die definitief verwijderd zijn in de betrokken school, in het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, ontbinding van inschrijving voor leerlingen met specifieke behoeften en dan in het secundair onderwijs binnen LOP-gebied, leerlingen die in de loop van het schooljaar elders definitief uitgesloten zijn en de school beantwoordt aan de afgesproken criteria. Als een school een leerling weigert, dan bezorgt zij binnen de 7 kalenderdagen een weigeringsdocument aan de ouders en de school registreert de weigering ook in haar schoolsoftwarepakket en op die manier is Agodi ook op de hoogte van deze weigering. De bemiddelings- en klachtenprocedure, de decretale bepalingen van het inschrijvingsrecht, regelen ook dus de bemiddelings- en klachtenprocedure voor scholen die alle leerlingen inschrijven. De bemiddelings- en klachtenprocedure kan ingeroepen worden door ouders of belanghebbenden. En in het kader daarvan kan een ouder of een belanghebbende een bemiddeling vragen bij het LOP of een klacht indienen bij de commissie leerlingenrechten als een van de weigeringsgronden die we daarnet overlopen hebben ingeroepen worden om de inschrijving van een leerling te weigeren. Ja? Hier zie je ook nog de andere weigeringsgronden opgesomd. En belangrijk is om te noteren dat bij een weigering op basis van capaciteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden het decreet de mogelijkheid voorziet dat ouders gezamenlijk een klacht kunnen indienen. Het decretale kader voor scholen die niet alle leerlingen kunnen inschrijven. Scholen die niet alle leerlingen kunnen inschrijven omwille van beperkte capaciteit, zullen digitaal aanmelden. Digitaal aanmelden is het digitaal kenbaar maken van de intentie tot inschrijving in één of meerdere scholen. Wanneer verschillende scholen samen aanmelden, kunnen ouders een leerling aanmelden voor verschillende scholen en daarbij een volgorde opgeven in de schoolvoorkeuren. Een aanmeldingsprocedure moet binnen LOP-gebied goedgekeurd worden door een meerderheid van de onderwijspartners. In het basisonderwijs melden de aanmeldende scholen gezamenlijk aan. In het secundair onderwijs is gezamenlijk aanmelden niet verplicht en dat is nu ook verduidelijkt in de omzendbrief. Buiten het werkingsgebied van een LOP-basisonderwijs worden de andere scholen in de gemeente op de hoogte gebracht. De aanmeldende scholen die melden wel gezamenlijk aan. Buiten werkingsgebied LOP-secundair onderwijs zijn er geen decretale bepalingen. Een school die gebruik maakt van een digitale aanmeldingsprocedure, omdat ze niet alle leerlingen zal kunnen inschrijven, meldt dit uiterlijk op 15 november aan Agodi. Wat meldt de school dan? Voor welke school, vestigingsplaats, geboortejaar, leerjaar, structuuronderdeel, er wordt aangemeld. Voor basisonderwijs of ook de voorrangsgroepen voor broers en zussen en kinderen van personeel gebruik maken van de aanmeldingsprocedure en welk standaardtossier de school hanteert bij het aanmelden of van welk standaardtossier wordt afgeweken. Nieuw is dat een schoolbestuur er ook kan voor kiezen om de capaciteit, specifiek voor de kleuters, de capaciteit van de 2 geboortejaren van de oudste kleuters samen te nemen. Concreet betekent dit dat voor de inschrijving voor schooljaar 24-25 hebben we de kinderen van geboortejaar 2019 en de eventuele zittenblijvers van geboortejaar 2018. De school kan daar voor die 2 geboortejaren een gezamenlijke capaciteit bepalen. Uiterlijk op 15 november moeten eventuele afwijkingen van een standaarddossier gemeld worden aan de commissie leerlingenrechten. Dit doe je als school in één beweging samen met de melding aan Agodi. Maar weet dat de afwijkingen van een standaarddossier worden voorgelegd aan de commissie leerlingenrechten. De commissie leerlingenrechten beslist dan uiterlijk op 24 december.
In geval van een negatief besluit van de commissie leerlingenrechten zijn er 3 mogelijkheden. Je kan als initiatiefnemer zeggen, oké, we gaan alsnog een standaard dossier gebruiken. Of je kan als initiatiefnemer zeggen, ik ga aangepaste afwijkingen indienen bij de commissie leerlingenrechten. Of je kan het voorstel voorleggen aan de Vlaamse regering. Het is de initiatiefnemer die zelf beslist welke van de 3 mogelijkheden hij gaat volgen in geval een negatief besluit bij de commissie leerlingenrechten. We hebben het nu over scholen die niet alle leerlingen kunnen inschrijven omdat ze niet voldoende capaciteit hebben. Wat verstaan wij onder capaciteit? Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat het schoolbestuur als het maximaal aantal leerlingen ziet. Voor basisonderwijs bepaalt een school de capaciteit tegen uiterlijk 15 februari. Het is verplicht voor elke school vestigingsplaats, facultatief op het niveau van geboortejaar leerjaar. Voor het secundair onderwijs moet de capaciteit meegedeeld worden aan alle belanghebbenden en aan het LOP, indien gelegen binnen het werkingsgebied van een LOP uiteraard. Een school die niet alle leerlingen gaat kunnen inschrijven, maakt gebruik van een aanmeldingsprocedure. We hebben dan enerzijds de capaciteit, die hebben we net besproken, anderzijds hebben we het de vrije plaatsen. De vrije plaatsen is het aantal plaatsen waarvoor een inschrijving gerealiseerd kan worden. Het bekendmaken van het aantal vrije plaatsen is ook voor het basisonderwijs geregeld in het decreet. De vrije plaatsen moeten bekendgemaakt worden voor de start van de inschrijvingen van broers en zussen en kinderen van personeel, voor de start van de aanmeldingen en voor de start van de vrije inschrijvingen. En de scholen moeten hun vrije plaatsen communiceren, minstens aan het LOP. Het is altijd mogelijk dat een school capaciteit wil verhogen. Capaciteitsverhoging blijft mogelijk ook na de start van de inschrijvingen. Binnen het werkingsgebied van een LOP moet de capaciteitsverhoging goedgekeurd worden door het LOP. Buiten het werkingsgebied van het LOP gebeurt een capaciteitsverhoging na kennisgeving aan de andere scholen in de gemeente. De tijdlijn voor de aanmeldingsprocedure. De Vlaamse regering bepaalt de start- en einddatum van de aanmeldingsperiode. Daarnaast ook de uiterlijke datum waarop de resultaten worden gecommuniceerd aan de ouders. De inschrijvingsperiode voor de leerlingen die gunstig geordend zijn, zeg maar de leerlingen die een ticket hebben gekregen. En vervolgens ook de startdatum van de vrije inschrijvingsperiode. De vrije inschrijvingsperiode is de periode waarin de inschrijvingen chronologisch verlopen. Ik overloop graag met u de tijdlijn voor het basisonderwijs. U ziet op de slide ook al meteen de tijdlijn staan voor de inschrijvingen voor het schooljaar 24-25 en 25-26. Ik focus mij vandaag even op deze van 24-25. De aanmeldingsperiode loopt van 27 februari tot 19 maart. De uiterlijke datum om het toewijzingsresultaat te communiceren naar de ouders is 19 april. De periode om leerlingen die gunstig gerangschikt zijn in te schrijven loopt van 22 april tot 13 mei. En de vrije inschrijvingen, dat betekent dus de periode dat we inschrijven volgens chronologie, die starten op 23 mei. Daaronder ziet u op de slide ook de data voor de inschrijving voor schooljaar 25-26 en dit voor het gewoon basisonderwijs. Voor het gewoon secundair onderwijs voor 1a en 1b, opnieuw hetzelfde. U ziet op de slide de data staan voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 en daaronder geef ik u graag al de data mee voor de inschrijvingen voor 2025-2026. De aanmeldingsperiode voor 2024-2025 loopt van 25 maart tot 19 april. De uiterlijke datum om het toewijzingsresultaat bekend te maken aan de ouders is 13 mei. De inschrijvingsperiode voor de gunstig gerangschikte leerlingen die start op 14 mei en die loopt tot 10 juni. En de vrije inschrijvingen
die verlopen volgens het principe van de chronologie, die starten ook op diezelfde 14e. Daaronder ziet u op de slide ook de data al vaststaan voor de inschrijvingen voor schooljaar 25-26. De voorrangsgroepen en het ordenen van de aangemelde leerlingen. Scholen die niet alle leerlingen kunnen inschrijven, die gaan gebruik maken van een digitale aanmeldingsprocedure voor de organisatie van de inschrijvingen. En deze scholen zullen ook voorrang moeten verlenen aan een aantal leerlingen. Op deze slide ziet u een overzicht van de verschillende voorrangsgroepen enerzijds. Hè. U ziet daar staan broers en zussen, kinderen van personeel, kinderen van wie de ouders het Nederlands in voldoende mate machtig zijn, kinderen die vanaf de leerplicht Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd en dan helemaal rechts onder vertegenwoordigde groepen. Vervolgens ziet u op de slide staan of deze voorrangsgroep verplicht moet toegepast worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan broers en zussen en kinderen van personeel. Of dat die voorrang facultatief kan toegekend worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de ondervertegenwoordigde groepen. En tenslotte ziet u ook op de slide de regio's waar dat de voorrang moet toegepast worden. En dan ziet u dat we de voorrangsgroepen hebben die enkel voor Vlaanderen van toepassing zijn. We hebben voorrangsgroepen die enkel voor de scholen gelegen in het Brusselse of Stedelijke West van toepassing zijn. En we hebben tenslotte ook een voorrangsgroep die enkel van toepassing is voor de gemeenten die staan opgestomd in het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot het inschrijvingsrecht. Op deze manier vindt u op deze slide een overzicht van de verschillende voorrangsgroepen, verplicht facultatief en de regio waar ze van toepassing zijn. Laat onze verschillende voorrangsgroepen nu even samen overlopen. De eerste voorrangsgroep is de voorrang voor broers en zussen, die we soms ook wel afkorten als brussen. In de regelgeving wordt deze groep omschreven als elke leerling die tot dezelfde leefentiteit behoort als een reeds ingeschreven leerling. Dat is de eerste voorrangsgroep, de voorrang voor broers en zussen. Voor de scholen die digitaal aanmelden, is dit een verplichte voorrangsgroep. De volgende voorrangsgroep is de voorrang voor kinderen van personeel. In de regelgeving wordt deze voorrangsgroep omschreven als kinderen met een ouder die personeelslid is van de school of van de scholen die de inschrijvingen van de ene school naar de andere school laten doorlopen, op voorwaarde dat het personeelslid op het ogenblik van de inschrijving sprake is van een lopende tewerkstelling voor meer dan 104 dagen. De tweede voorrangsgroep, de voorrang voor kinderen van personeel, dat is een verplichte voorrangsgroep voor alle scholen, basisonderwijs, secundair onderwijs. Voor de voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel in het basisonderwijs kunnen scholen kiezen. Als blijkt dat een basisschool zegt, ik ga geen broers en zussen of kinderen van personeel moeten weigeren, dan kan de school kiezen of dat ze de voorrangsgroepen vooraf gaat inschrijven volgens de chronologie of gaat aanmelden. Als de school weet dat ze mogelijk al kinderen van personeel of broers en zussen zou moeten weigeren, dan is de school verplicht om aan te melden. We gaan nog even verder voor basisonderwijs. Een school weet, ik ga broers en zussen kunnen allemaal inschrijven, dan betekent het dat de school niet verplicht is om, ze gaat ze allemaal kunnen inschrijven, de school is niet verplicht om aan te melden en de school schrijft de leerlingen in volgens het principe van de chronologie. Anderzijds hebben scholen die kunnen vaststellen, ik ga ook al broers en zussen of kinderen van personeel moeten weigeren. Dat betekent dat deze scholen ook voor broers en zussen en kinderen van personeel gebruik gaan maken van een aanmeldingsprocedure. Dezelfde principes zijn daarvan toepassing. De school kan wel kiezen om ofwel de voorrang van de broers en zussen en kinderen van personeel voorafgaand aan de reguliere aanmeldingsperiode te organiseren, of de school kan kiezen dat broers en zussen en of kinderen van personeel samen met de overige leerlingen moeten aanmelden, of de school kan kiezen om de twee te combineren. Eerst
kunnen ouders hun kind vooraf aanmelden en tijdens de reguliere aanmeldingsperiode van de overige leerlingen kan er alsnog de voorrang worden toegepast. Hè. Dus belangrijk altijd om de vraag te stellen, moet ik al broers en zussen en kinderen van personeel weigeren? Als je niet moet weigeren, dan heb je als school de keuze om ofwel in te schrijven of aanmelden. En bij het aanmelden kan je als school dan alsnog kiezen. Als je als school weet dat je broers en zussen en kinderen van personeel zou moeten weigeren, dan betekent het dat je sowieso voor broers en zussen en kinderen van personeel een aanmeldingsprocedure moet organiseren. Maar dan kan je alsnog kiezen als school of je dat vooraf doet, al dan niet in combinatie met tijdens de reguliere aanmeldingen. Broers en zussen en kinderen van personeel in het secundair onderwijs, die moeten sowieso aangemeld worden samen met de andere leerlingen. De volgende voorrangsgroep is een voorrangsgroep die specifiek is voor het secundair onderwijs. En dat gaat over de voorrang in een aantal gemeenten die staan opgesomd in het besluit van de Vlaamse regering. En het gaat om een voorrang voor leerlingen die vanaf de start van de leerplicht ieder jaar onderwijs gevolgd hebben in een school voor Nederlandstalig basisonderwijs. Of eventueel gaat het ook om voorrang voor leerlingen die vanaf hun domiciliering in het Vlaams gewest of in het Brusselse of stedelijk gewest onafgebroken gekozen hebben voor het Nederlandstalig basisonderwijs. Het gaat hier om een voorrang die maximaal 70% mag bedragen van de bepaalde capaciteit. Indien een school of een initiatiefnemer ervoor kiest om gebruik te maken van deze voorrangsgroep, dan wordt dat ook gemeld uiterlijk op 15 november samen met de melding over het gebruik maken van de aanmeldingsprocedure. De volgende voorrangsgroep is de voorrangsgroep van de ondervertegenwoordigde groepen. Dat is een facultatieve voorrangsgroep die zowel voor basisonderwijs als secundair onderwijs van toepassing is. Het gaat om een facultatieve voorrangsgroep. Dat betekent dat een schoolbestuur ervoor kan kiezen om voorrang te verlenen aan ondervertegenwoordigde groepen. En ik overloop graag samen met u even wat er daarover in de regelgeving staat. Laat ons eerst eens kijken naar de definitie van de ondervertegenwoordigde groepen. Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om voor één of meer van zijn scholen per bepaalde capaciteit voorrang te verlenen aan één of meer ondervertegenwoordigde groepen, namelijk een groep van leerlingen die op basis van één of meer objectieve kenmerken in de school relatief ondervertegenwoordigd is ten opzichte van een referentiepopulatie. De voorrang wordt toegepast tot maximaal 20% van de bepaalde capaciteit bezet wordt door de leerlingen die behoren tot die één of meerdere ondervertegenwoordigde groepen waar de school heeft gekozen om voorrang aan te verlenen. Ook in het geval de school er heeft voor gekozen om aan meerdere ondervertegenwoordigde groepen voorrang te geven, dan bedraagt de voorrang maximaal 20% van de bepaalde capaciteit. Indien de school er heeft voor gekozen om gebruik te maken van voorrang voor meerdere ondervertegenwoordigde groepen, maximaal 20% van de capaciteit, en dan is het belangrijk om te bepalen welke groep voorrang heeft in de ordening. En wat dan nieuw is voor de inschrijvingen voor 24-25, is dat leerlingen met een IAC of een OV4-verslag altijd mogen beschouwd worden als een ondervertegenwoordigde groep, ongeacht de referentiepopulatie. De ondervertegenwoordigde groepen, daar kan een initiatiefnemer voor kiezen om voor 15 september het voorstel voor te leggen aan de commissie in zaken leerlingenrechten. Het voorstel met betrekking tot de inhoudelijke afbaking kan dus voorgelegd worden aan de commissie leerlingenrechten voor advies. Het LOP kan ook een voorstel formuleren met betrekking tot de voorrang voor de ondervertegenwoordigde groepen. Dat kan dan gaan over het aandeel van de capaciteit die de scholen voorbehouden, sowieso maximaal 20%. Ook over de inhoudelijke afbakening.
Dit voorstel moet dan goedgekeurd worden door de meerderheid van de onderwijspartners en moet vervolgens ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het aanmelden van de leerlingen die tot de voorrangsgroep van de ondervertegenwoordigde groepen behoren, gebeurt samen met de overige leerlingen op de tijdslijn die we daarnet hebben overlopen. Als we het hebben over de voorrangsgroepen, we hebben net de verschillende voorrangsgroepen overlopen, dan bevat het decreet ook een aantal bepalingen met betrekking tot het ordenen van de leerlingen die tot de voorrangsgroepen behoren. Als de capaciteit die vooraf bepaald is, al bereikt wordt binnen de leerlingengroep, dan worden de leerlingen binnen de leerlingengroep geordend volgens enerzijds de volgorde van de voorrangsgroepen en vervolgens het ordeningscriterium of de combinatie van ordeningscriteria, zoals je dat hebt vermeld in de melding aan AGODI, zoals beschreven in het standaarddossier. En dat is dan zoals ook de overige kinderen en, zoals net gezegd, zoals vermeld in het standaarddossier of de goedgekeurde afwijking. Nieuw voor de inschrijvingen voor 24-25 is dat een initiatiefnemer afspraken maakt over de controle. Wanneer moeten ouders kunnen aantonen dat het kind beantwoordt aan de voorrangsgroepen? Gebeurt dat op het moment van de inschrijving of gebeurt dat al voor de bekendmaking van de resultaten? We hebben het enerzijds gehad over het ordenen van de leerlingen van de voorrangsgroepen. Anderzijds hebben we dan het ordenen van de overige leerlingen. De overige leerlingen, de leerlingen die niet behoren tot een voorrangsgroep of daar geen plaats hebben verworven. Alle leerlingen die zijn aangemeld voor een school, die worden geordend tot een digitale lijst. En voor het ordenen maak je gebruik van ordeningscriteria. We focussen nu even op de criteria voor basisonderwijs. Vervolgens bekijken we deze voor het secundair onderwijs. Afstand is een ordeningscriteria waar initiatiefnemers basisonderwijs gebruik kunnen van maken. Het kan dan gaan om afstand van de school tot het domicilieadres van de leerling of de afstand tot de school, van de school tot de werkplek van de ouder. In een aantal door de Vlaamse regering bepaalde gemeenten, die grenzen aan een gewestgrens of een randgemeente, kan men er ook voor kiezen om afstand zo te operationaliseren dat de leerlingen die gedomicileerd zijn in dezelfde gemeente als de vestigingsplaats eerst worden geordend. Een tweede criterium waarbinnen basisonderwijs kan van gebruik gemaakt worden is de schoolkeuze, de volgorde van voorkeur. Een derde criterium is toeval. Toeval kan enkel gebruikt worden in combinatie met afstand of schoolkeuze. Als initiatiefnemer basisonderwijs zijn er verschillende combinaties van criteria mogelijk. De combinatie van criteria, die staan ook beschreven in de standaarddossier, kan daar als initiatiefnemer ook van afwijken en dan wordt die afwijking voorgelegd aan de commissie leerlingenrechten. En net zoals het nieuw was bij de voorrangsgroepen, is het ook nieuw voor de inschrijvingen voor schooljaar 24-25 dat de initiatiefnemer afspraken kan maken over de controle op de ordeningscriteria. Bijvoorbeeld bij afstand controle op het adres en de initiatiefnemer maakt afspraken of dat die controle gebeurt op het moment van de inschrijving of voor de bekendmaking van de resultaten. Hoe zit het met het ordenen in het secundair onderwijs? Ook daar worden alle aangemelde kinderen voor hun school geordend tot een digitale lijst. Welke ordeningscriteria kan een initiatiefnemer secundair onderwijs gebruiken? Daar hebben we dan enerzijds schoolkeuze, de volgorde van voorkeur, en anderzijds toeval. Er zijn dan een aantal combinaties mogelijk. Belangrijk is dat de regelgeving ook de mogelijkheid voorziet om te optimaliseren. Wat betekent het optimaliseren? Het optimaliseren betekent dat na de definitieve toewijzing kunnen er aan meer leerlingen een hogere keuze toegewezen worden. Maar de voorrang van een geweigerde leerling mag hierbij niet geschonden worden. Opnieuw, ordeningscriteria
Die worden beschreven in het standaarddossier. Die men daar wenst van af te wijken, dat kan. Dan wordt die afwijking voorgelegd aan de commissie leerlingenrechten. En ook hier kan de initiatiefnemer indien van toepassing afspraken maken over controle, als dat van toepassing zou zijn. Oké, we hebben het gehad over de voorrangsgroep. We hebben de ordeningscriteria overlopen. En dan gaan we nu kijken naar het toewijzen van de aangemelde leerlingen. De leerlingen zijn geordend. Het toewijzen gebeurt dan altijd aan de school van hoogste keuze waarvoor de leerling gunstig geordend is. Het resultaat hiervan kan zijn dat de leerling gunstig geordend is in de school van eerste keuze. Of een leerling kan gunstig geordend zijn in een school van lagere keuze en staat dan op de weigeringslijst in de school van hogere keuze. Of een leerling kan tenslotte ook ongunstig geordend zijn voor alle scholen waarvoor aangemeld. En dan betekent het dat de leerling op de verschillende scholen waarvoor aangemeld op de weigeringslijst staat. Het gaat over het ordenen, het toewijzen. En dan kan het zijn dat er op een bepaald moment een plaats vrijkomt. Als een plaats vrijkomt, dan kan een geweigerde leerling opgevist worden. Scholen respecteren de volgorde van de weigeringslijst tot en met de vijfde schooldag van oktober. Voor het basisonderwijs maken we hier een uitzondering voor het jongste geboortejaar. Voor de instappertjes, zeg maar, wordt de volgorde van de weigeringslijst gerespecteerd tot en met 30 juni. Ouders worden altijd geïnformeerd als zij het bericht krijgen van er is een plaats vrijgekomen, we kunnen het kindje als het ware opvissen. Dan worden ouders geïnformeerd over de periode waarbinnen de leerling kan ingeschreven worden. Deze periode duurt minimaal 7 kalenderdagen. De ombudsdienst inschrijvingen. De ombudsdienst inschrijvingen staat in voor de eerste lijnsbehandeling van enerzijds klachten en vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzingen en twee, de eerste lijnsbehandeling van vragen over een erkenning van de uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling. Wie zit er in de ombudsdienstinschrijvingen? De samenstelling bestaat uit een vertegenwoordiging van een erkende oudervereniging en een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren. Klachten en vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen kunnen gaan over de periode voor de definitieve toewijzingen of na de definitieve toewijzingen. De ombudsdienst inschrijvingen formuleert daarover een advies voor de schoolbesturen. En dan hebben we de erkenning van een uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling. Wanneer spreken we over zo'n uitzonderlijke situatie? Als de inschrijving in de school de enige mogelijkheid is liever om toegang tot het onderwijs te garanderen voor die individuele leerling. De ombudsdienst en de school dan vooral, acht de inschrijving in overcapaciteit haalbaar en het schoolbestuur legt vervolgens de vraag voor aan de commissie leerlingenrechten. Tegen een beslissing over de niet haalbaarheid van een inschrijving bij een uitzonderlijke situatie staat geen beroep open bij de commissie leerlingenrechten. Nu gaan we het hebben over het weigeren van leerlingen. Op deze slide ziet u de verschillende weigeringsgronden opgestond. We hebben de weigeringsgrond van capaciteit, ook de capaciteit anderstalige nieuwkomer, daarover meer op de volgende slide. Dan hebben we de weigering van leerlingen die niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap. Het weigeren van leerlingen die afwisselend naar verschillende scholen gaan. Het weigeren van leerlingen die definitief verwijderd werden in de betrokken school in het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar. De weigering naar aanleiding van een ontbinding van inschrijving van een leerling met specifieke behoeften. Merk op dat daar niet langer mogelijk is voor leerlingen met een EAC of een OV4-verslag
Indien deze leerlingen vanuit het buitengewoon onderwijs 2 schooljaren voltijd les gevolgd hebben in het gewoon onderwijs, en dan specifiek voor het secundair onderwijs voor de scholen gelegen binnen LOP-werkingsgebied, de elders uitgesloten leerlingen, wanneer de school beantwoordt aan de criteria die zijn afgesproken binnen het LOP. En dan de weigeringsgrond voor anderstalige nieuwkomers. Dat is dezelfde ook als voor de scholen die wel alle leerlingen kunnen inschrijven en die niet aanmelden. Dus dat is daar dezelfde weigeringsgrond. Scholen, we hebben het hier over scholenbasisonderwijs, moeten vooraf geen capaciteit anderstalige nieuwkomers meer betalen. Wil een school voor gewoon basisonderwijs een leerling weigeren op basis van deze weigeringsgrond, dan is het belangrijk dat er aan 2 voorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde is het aantal ingeschreven anderstalige nieuwkomers. Voor een vestiging met 100 of minder leerlingen moeten er al minimaal 4 anderstalige nieuwkomers ingeschreven zijn. Voor een vestiging met meer dan 100 leerlingen moeten er minimaal 8 anderstalige nieuwkomers ingeschreven zijn. De tweede voorwaarde is dat er de betrokken leerling een plaats moet kunnen gegarandeerd worden binnen een andere school. Die andere school moet die op een redelijke afstand bevinden en hierbij moet ook rekening gehouden worden met de vrije keuze van de ouders. Scholen gelegen binnen werkingsgebied van een LOP kunnen hierover afspraken maken. Indien de school een leerling weigert, dan geeft zij de ouders binnen de 7 kalenderdagen een weigeringsdocument en registreert zij de weigering ook in het schoolsoftwarepakket en daarmee informeert de school ook AGODI over de weigering van deze leerling. De regelgeving voorziet ook de mogelijkheid voor scholen om leerlingen in overcapaciteit in te schrijven. Het gaat over inschrijving overcapaciteit, dan betekent het dat de capaciteit zoals die bepaald is onveranderd blijft, maar dat de school wel beslist om, ook al heeft de school al een weigeringslijst, om voor een van de leerlingen die hier staan opgesomd, de leerling in overcapaciteit in te schrijven. Een schoolbestuur kan een van de leerlingen die op deze slide staan opgesomd is, inschrijven in overcapaciteit. Het gaat dan over anderstalige nieuwkomers, waarbij we geen rekening houden met de leeftijdsvoorwaarden van 5 jaar. Dus alle anderstalige nieuwkomers voor het basisonderwijs. Leerlingen die gevat worden door een jeugdhulpbeslissing die de functie verblijf omvat. Leerlingen die als interne semi-interne verblijven. Leerlingen die verblijven in een residentiële opvang. Kinderen die geadopteerd zijn. Of kinderen die verhuisd zijn vanuit een andere gemeente. Daarnaast, en dan ook specifiek is dat nieuw voor de instelling voor 24-25, leerlingen met een IAC-verslag of een OV4-verslag, plus leerlingen in het buitengewoon onderwijs die 2 schooljaren voltijd les hebben gevolgd in het gewoon onderwijs. Vervolgens leerlingen die verblijven in een CKG, een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, dus specifiek voor het basisonderwijs. Dan hebben we leerlingen die behoren tot dezelfde leefentiteit en willen inschrijven in hetzelfde capaciteitsniveau. Dan hebben we leerlingen die waren ingeschreven in een school, en dat is de enige school van een schoolbestuur en die houdt op met te bestaan, en tenslotte, zoals we daar straks ook overlopen hebben, leerlingen die gevat worden door een beslissing van de ombudsdienst of de commissie leerlingenrechten. En dan hebben we ook 2 groepen van leerlingen die behoren tot de overcapaciteitsgroep en die een schoolbestuur moet inschrijven in overcapaciteit. Het zijn enerzijds de leerlingen die in het lopende, het voorafgaande of het daaraan voorafgaande schooljaar in de school ingeschreven waren en die terugkeren uit het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs. Want deze presentatie gaat over het inschrijvingsrecht voor scholen voor het gewoon onderwijs. En dan nieuw voor de inschrijvingen voor 24-25. Voor het basisonderwijs is een leerling die in het voorafgaande schooljaar ingeschreven was in een school voor kleuteronderwijs.
en die terugkeert uit een school voor lager onderwijs omwille van het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Denk dan aan het aantal halve dagen dat een kleuter aanwezig moet zijn. De bemiddelings- en klachtenprocedure. Ouders en alle belanghebbenden die kunnen bemiddeling vragen bij het LOP of een klacht indienen bij de commissie leerlingenrechten indien een van de weigeringsgronden die hier opgestond zijn worden ingeroepen door de school om de inschrijving van een leerling te weigeren. Het gaat dan over capaciteit, het niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden, afwisselend naar verschillende scholen gaan, leerling die definitief verwijderd werd in de betrokken school, dan specifiek voor secundair onderwijs binnen LOP-gebied, de criteria en voor elders uitgesloten leerlingen als die worden ingeroepen. Daarnaast, dat waren de weigeringsgronden, dan hebben we de ontbinding van inschrijvingen, leerlingen specifieke behoeften. En het LOP betrekt dan bij de bemiddeling ook de school die de inschrijving ontbond. En dan ook bij een uitschrijving op basis van inschrijving in een andere school. De dubbele inschrijvingen. Met betrekking tot de dubbele inschrijvingen zegt de regelgeving dat de inschrijving wordt geregistreerd in dit geval binnen de 7 kalenderdagen. En dat als er een vaststelling is van een recentere inschrijving voor hetzelfde niveau voor basisonderwijs of de administratieve groep van secundair onderwijs, dat deze vaststelling dan de eerdere inschrijving van rechtswege beëindigt. Niet zowel dus voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs. Tot slot geef ik u heel graag mee op welke manier u ons kan contacteren indien u na het bekijken van deze presentatie nog vragen zou hebben over de regelgeving. U kan altijd de omzendbrieven inschrijvingsrecht, basisonderwijs of secundair onderwijs raadplegen. U kan een mail sturen naar inschrijvingsrecht.basisonderwijs@vlaanderen.be of indien u vragen heeft voor het secundair onderwijs naar inschrijvingsrecht.secundaironderwijs@vlaanderen.be. U kan ook altijd contact opnemen met de commissie leerlingenrechten via het mailadres. En indien u op zoek bent naar de contactgegevens van het LOP, dan kan u terecht op onze website. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.